Hoi allemaal, en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe video. En in deze video ga ik iets super leuk doen, al zeg ik het zelf. Ik ga namelijk samen met jullie online shoppen. Zelf vind ik tegenwoordig online shoppen echt veel leuker dan in de winkel shoppen. Want ik vind het tegenwoordig echt super druk in de stad. En met passen en zo moet je super lang wachten op de paskamers. En dan kun je niet echt rustig passen. En als je natuurlijk gaat online shoppen, kun je dat in alle rust doen. En kun je ook alles in alle rust gaan passen. Gewoon op je eigen kamer. Super handig. En soms vind ik het gewoon heel erg leuk om lekker even online te shoppen. En dat wilde ik vandaag dus gaan doen voor de camera. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik online shop, welke dingetjes ik ga kopen. En natuurlijk ook als ik de pakketjes krijg dat ik het ga aanpassen en unboxen en zo. En dat ga ik dan ook aan jullie laten zien. Dus laten we gaan beginnen. We gaan niet echt shoppen bij de H&M of de Zara of de Bershka. Maar echt bij winkels die echt maar alleen een online webshop hebben en zo. Zoals Naked, Lovies, Comget Fashion, Most Wanted. Bij die winkels gaan we allemaal kijken op de webshop. En dan ga ik kijken of ze wat leuks hebben. Okay, het is natuurlijk heel erg belangrijk om te weten wat je wil gaan kopen. En ja, wat heb ik nodig? Helemaal niks eigenlijk. Nee, ik ga binnenkort op vakantie naar Ibiza. En ik dacht, misschien is het wel leuk om eventjes wat nieuwe t-shirts te kopen ofzo. Ik ga dus kijken voor leuke zomerse t-shirts of topjes, rokjes, korte broekjes, etc. Dus let's go. Oké, zoals jullie dus nu kunnen zien zijn we op mijn homepage. Dus we gaan als eerste naar mijn favoriete webshop. Dat jullie ondertussen wel weten als je mijn weekvlog ziet. Lovies is mijn favoriete webshop, dus we gaan naar Lovies. Ik ga bekijken eerst nieuw. Want ik kreeg laatst een mail dat ze nieuwe spullen hadden. Echt zo leuk. Kijk, oh, ik hou al van deze shirts en rokjes. En kijk die kleuren. Oh, dat is zo leuk, hè? Oké. Wat vinden we echt leuk, leuk? Kijk, ik vind dit een heel leuk shirt. Dus ik ga deze even erin doen. Ik doe gewoon alles erin. Dan kijk ik op het einde wel wat ik leuk vind. En wat ik ga kopen. Dit broekje vind ik ook heel erg leuk. Ga ik er ook in doen. Deze zijn ook zo leuk. Maar ik draag eigenlijk geen armbandjes. Dus het is een beetje zonde denk ik om te kopen. Oh, ik vind het allemaal zo leuk. Echt die sieraden zijn echt, echt heel erg leuk. Ik vind echt zo'n roze shirt ook echt super leuk. Maar ze hebben ook een andere en die vind ik ook heel vet. Ja, deze. Die wil ik. Yes! Oh my god. Ik ga deze sowieso doen. Die vind ik super leuk voor de zomer met inderdaad zo'n wit shirtje erop of zo. Super leuk. Ik heb ook dit rokje laatst gekocht. Oh, geweldig. Maar we gaan eventjes specifieker kijken. Dus ik ga naar... shirts. It t-shirts. Allemaal van die soort van shirts met een tekstje erop of zo. Wat ik heel erg leuk vind. Ik heb deze ook laatst gekocht. Dat shirt. Burn Baby. En die vind ik ook leuk. Ook in mijn maat. Oh. Ik heb overal XS van. Want ik vind dat Lovies toch best wel wat groot valt. Vooral met t-shirts. Deze is namelijk ook van Lovies in de maatje XS. Dus ja, hij valt toch wel iets groter uit, zeg maar. Ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Dan ga ik naar shorts. Ik hou van dit soort shorts. Het zijn namelijk van die shorts die dan lijken op een rokje. Maar zoals je hier kan zien, zijn het gewoon shortjes. Die zijn ideaal voor de zomer. En dit is dus zo'nzelfde. Met dan een ander kleurtje. Oké, dus dit zijn de dingen die ik heb. Ik heb een leuk shirtje. Ik heb een kort broekje, nog een kort broekje en nog een shirtje. Welke gaan we doen? Welke gaan we niet doen? Dit is heel erg lastig. Oké, mijn moeder zei... dat ik had dat rokje ook al. En deze is ongeveer dezelfde kleur als dat rokje. Maar dan met stipjes. En ik vind het zonde om twee korte broekjes te kopen. Aangezien ik er ook al laatst één had gekocht van de Zara. Dus ik denk dat ik voor deze ga. Want die vind ik toch net iets leuker, denk ik. Dus die gaat weg. En dan mag ik één shirtje van mezelf doen. Oké, jongens, dit is dus wat ik wil. Ik heb gekozen om het roze shirtje weg te doen. En dan kies ik dus dit broekje en dit shirtje. Kost in totaal ongeveer 60 euro. Dus we gaan dit nu afrekenen. Oké, ik voel me nu al schuldig. Eerste bestelling is geplaatst. Oh, mijn money gaat eraan bij deze video. Yay. Oké, door naar de tweede winkel. En dit wordt My Jewelry. Ik heb namelijk een cadeaubon. Ik heb namelijk een shoptegoedje van 10 euro. Dus we gaan kijken wat ze hebben.
Ik zag namelijk laatst dat ze een heel erg leuk topje hadden. Deze. Die vond ik echt super mooi. Zo beige. En dan heeft ze zo'n beige rokje erbij. En ik heb een beige shortje. En ik dacht, in Ibiza is het gewoon super warm. En deze is ook gewoon heel erg leuk. Met bijvoorbeeld als je naar een feestje gaat. Maar dan gewoon met een lange broek. Gewoon een zwarte, strakke skinny broek bijvoorbeeld. Dus deze vind ik echt heel erg leuk. Dus die ga ik in een shoppingbag doen. En hij is ook maar 20 euro. Dus ook echt geen geld gewoon. Deze vind ik heel erg leuk. Ik moet wel, als ik deze wil gebruiken, 40 euro besteden. Ik weet niet of ik daar zo zin in heb. Dus ik ga wel even kijken wat ik nog meer kan vinden. Ik heb niet echt meer iets van een topje nodig, maar een rokje. Ik vind op mijn jewelry niet echt iets anders nog leuk. Ik draag nooit accessoires, namelijk ik heb nooit een ketting om of ringen, oorbellen, armbanden. Heb ik gewoon nooit. Dus ik hou het alleen op dit topje, dus die ga ik nu afrekenen. Oké, jongens, we gaan door naar de allerlaatste webshop. En dit wordt Color for Rebel voor vandaag. Ik vind Color for Rebel een hele leuke webshop. Ik vind het wel echt heel erg duur. Ik vind echt niet dat dit goedkoop is. Dus ik ga hier ook maar één ding op bestellen. Het is namelijk iets wat ik echt al mega lang wilde. Dus het is een t-shirt. En ja, ik vind het best wel prijzig. Het kost namelijk 40 euro, dat weet ik. Ik wilde het namelijk echt al super lang bestellen. Namelijk deze. Omdat ik de kleurtjes te leuk vond. Maar ik vind het wel heel duur. Het kost namelijk €39,95. Dus dat is gewoon 40 euro voor een t-shirt. Vind ik best wel prijzig. Maar ik wil hem echt al mega lang. Dus ik ga hem gewoon bestellen. Ik moet ook nog weer verzendkosten erbij betalen. Dat vind ik wel echt het nadeel aan online shoppen. De verzendkosten. Maar ja. We gaan gewoon kijken. Maar ik vind het wel een heel leuk shirt. Dus ik wil hem eigenlijk wel heel graag. Maar we gaan hem bestellen. Oké, jongens, ik ben dus nu klaar. Ik heb uiteindelijk op 3 webshops besteld. En ik denk dat dit wel even genoeg is voor vandaag. Ik heb besteld dus op My Jewelry, Lovies en Color for Rebel. Ja, ik krijg dit dus denk ik maandag of dinsdag binnen. Want nu ik dit film is het zaterdag. Dus ik ga dan natuurlijk de pakketjes uitpakken. En dan ga ik ze aandoen. En dan ga ik jullie natuurlijk laten zien hoe het mij staat. Dus ben je benieuwd? Let's go! En als jullie vaker van dit soort video's willen zien. Zodat ik ook op andere webshops kan bestellen. Doe dan een duimpje omhoog. En laat het me weten in de reacties. Zodat ik natuurlijk vaker van dit soort video's kan maken. Dus doe dat en laten we nu maar gewoon gaan beginnen naar de pakketjes. Oké, guys, het is een aantal dagen later en ik heb nu eindelijk alle pakketjes binnen. Het heeft even geduurd. De pakketjes van Color for Rebel en Lovies zijn maandag binnengekomen. En die van My Jewelry was pas binnen op woensdag. Dus dat was wel een wat langere levering dan normaal. Maar ik heb natuurlijk ook gekozen voor de makkelijkste en goedkoopste verzendkosten. Dus dat zal daar wel aan liggen. Ik ga ze dus nu uitpakken en ik ben heel erg benieuwd of alles mij past en hoe het staat. Dus let's go! Oké, ik ga beginnen met Lovies. Ik heb het al opengemaakt, want ik kon gewoon niet wachten. Ik ben echt super slecht daarin. En omdat My Jewelry dus zo lang duurde, kon ik het gewoon echt niet weerstaan om even open te maken en even te kijken. Maar ik heb het niet uit het plasticje gehaald. Ik heb gewoon alleen even gekeken hoe het eruit zag. Dus let's go. Het allereerste is dit shirtje. Dus we gaan hem openmaken. Dit is dus het shirtje en het is in een soort van mintgroene kleur. En er staat op Lagoon Salty Babe. En ik vind deze super leuk. Ik heb deze gekocht voor een rokje wat erbij past. Dus ik vond deze super leuk. En ik heb deze dus in een maatje XS en hij kostte €21,99. Dan gaan we door naar het broekje. Hier ben ik nog excited over. Ik ben heel benieuwd of deze gaat passen. Oh, deze is nice. Oké, dit is hem. Zoals jullie kunnen zien lijkt het heel erg op een rokje. Maar het is gewoon een broekje. Dus super chill. Ik hoop dat deze past en dat die mooi staat. Dus ik ben benieuwd. We gaan het zien bij de try-on beelden. Dan gaan we door naar het pakketje van Color for Rebel. Ze hebben dit heel mooi ingepakt. Zoals jullie kunnen zien met een mooi papiertje. Ja. Kijk even hoe mooi, jongens. Ik vind deze echt heel erg mooi. Oeh, dit is nogal een big tee. Oké, dit is hem zoals jullie kunnen zien. Dat staat op Paradise in allemaal verschillende leuke zomerkleurtjes. En dat staat dan onder Color for Rebel. Super leuk, maar hij is wel een wat wijder model. Maar ik denk dat ik dat juist wel leuk vind. Vooral als je het dan knoopt of zo. Of gewoon in je broek doet.
super mooi. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze gaat staan. Maar ik vind deze echt super leuk. En vooral door de kleurtjes. Want zoiets heb ik echt niet in mijn kast. Het zijn allemaal neon kleurtjes en pasteltintjes. Super leuk. Naar het pakketje waar ik zo lang op heb gewacht. My jewelry. Ik ben heel benieuwd. Het is zo'n grote verpakking ook. Kijk, daar zit gewoon één hemdje, topje in. En dan krijg ik zo'n verpakking. Maar ja, het zal wel. Oké, guys, dit is hem. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Ik vind het vooral heel erg leuk bij een zwarte skinny broek. Of bij bijvoorbeeld een beige rokje, broekje. Ik heb er eentje van de Zara. En ik denk dat deze heel mooi weer is. Maar ik vind hem vooral heel erg leuk bij gewoon een skinny broek. Super leuk voor in de zomer als het iets kouder is. Maar ik vind deze super mooi. Dus ik ga hem uitpakken. Oké, dit is dus het topje. Ik vind hem echt super mooi. Ik vind vooral de kleurtjes heel erg leuk. De combinatie. En hij heeft dus een soort van overslag. Zoals jullie kunnen zien. Wat ook heel erg mooi is. Ja, ik vind deze echt heel erg mooi. Ik heb deze in een maatje XS en hij was 20 euro. Dus super leuk. Ik vind deze echt heel erg leuk. Oké, zoals jullie bij de try-on-beeld hadden kunnen zien van dit shirt, vind ik hem super mooi. Dus deze ga ik houden. Dan hebben we dit panter broekje van Lovies. Deze ga ik niet houden, want deze zit gewoon echt niet mooi. Hij schijnt heel erg door en hij zit gewoon heel erg los. Dus deze ga ik weer terugsturen. Het shirtje van Golden Rebel vind ik echt super leuk. Dus deze ga ik houden. En het topje van My Jewelry vind ik helemaal niet leuk. Hij zit gewoon niet zoals ik had gedacht dat hij zou zitten. Hij is aan de voorkant ook open, waardoor je er gewoon vol in kan kijken. Je ziet gewoon echt je buik en je BH. Dus dat is gewoon niet echt zo fijn. Dus het try-on-shot komt hier ook niet van in beeld, want het is gewoon niet echt mooi. Maar alle linkjes van alle items staan in de beschrijving voor als jij wel benieuwd bent. Oké, dit waren dan alle items die ik heb besteld bij deze online shoppen video. Als jullie deze video nou leuk vonden, doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog. En laat zeker even in de comments weten wat je van deze video vond. En of je natuurlijk vaker van dit soort video's wilt. En dan bij welke webshops ik allemaal ga shoppen. Laat het me weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie willen. Dus laat het me weten. Vergeet natuurlijk niet te abonneren hieronder op de abonneerbutton. Als je natuurlijk op de hoogte wil blijven van mijn video's. En dan hoop ik natuurlijk dat ik je gauw weer zie in de volgende video. Doei!